Ja, Jeroen, jullie staan hier bij het team van Next met je twee zonen die vandaag de demo rookie rijden. Hoe is dat om dat te doen? Ja, leuk. Het is de eerste keer echt bij de grote jongens, zeg maar, bij het NK. Superleuk om te doen en voor hun de eerste sessie best wel spannend. Maar ze draaien lekker mee. We hebben al veel getraind inmiddels, dus we zijn er eigenlijk wel helemaal klaar voor. Hoe past dit in jouw seizoen? Ja, je wil natuurlijk bij zijn als we een eerste wedstrijd rijden. Ja, zeker. Het is een beetje passen en meten, omdat je natuurlijk zelf heel veel onderweg bent. Door de hele coronatijd heb ik wel wat meer tijd gekregen, dus dat hebben we goed benut. En we hebben een team die ze dan ook goed kan begeleiden als ik er niet bij ben. Maar tot nu toe ben ik er altijd wel bij geweest. Oliver, ik ga met jou beginnen. Jij hebt nummer 33. Waarom heb je nummer 33? Want papa en Max Verstappen dat nummer hebben. Ja, papa en een beetje Max Verstappen, allebei. En Benjamin, jij hebt nummer 44. Waarom heb je nummer 44? Omdat ik hem meteen goed vind. Wat is er zo goed aan Lewis Hamilton? Dat hij heel vaak wereldkampioen is. Ja, en nu doet papa, die rijdt veel in Amerika, rijdt ook in Europa. Heeft natuurlijk vroeger ook in de kart gezeten. Wat willen jullie later gaan doen? Racen. Racen, wat wil je dan racen? Wil je dan naar de Formule 1? Wil je in de WEC? Wil je in de IMSA? Formule 1. Weet ik niet. Het is leuk om te zien. Het is natuurlijk een rij op sliks in de regen. En ik weet van mezelf nog hoe moeilijk dat was vroeger. Want ik reed uiteindelijk in de minis vroeger ook op sliks in de regen. En je ziet ze lekker glijden. Een paar keer spinnen, maar daar leer je natuurlijk heel veel van. Dus een hele goede leerschool. We kijken terug op jouw seizoen tot nu toe. Januari, februari, daarna een pauze. Ja, en daarna in Portimao weer begonnen. Hoe kijk je terug op het seizoen tot nu toe? Ja, het is natuurlijk een gek seizoen. Ik had een van mijn beste seizoenen eigenlijk ooit voor de boeg staan. Een van de drukste in ieder geval. En het begon ook heel lekker met de overwinningen in Dubai en in Daytona een overwinning. Maar helaas zijn heel veel dingen gecanceld voor mij. Aan de andere kant wel weer mooie deals gepakt. Want ik race nu ook weer wat meer in Europa in plaats van Amerika. Maar dan wel echt voor Porsche, voor de fabriek. Dus dat is eigenlijk gekomen door coronatijd. Dus ja, het heeft voordelen en nadelen. Maar het is wel jammer dat je natuurlijk zoveel mooie races op het programma had. Die nu uiteindelijk voor mij dan niet doorgingen. Ja, je reist over de hele wereld. Is dat een beetje te doen? Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind vooral het racen in Amerika leuk. Dat is echt voor mij de sfeer, de manier van racen is gewoon met veel yellows en dergelijke. Het spektakel. Ik vind het echt het lekkerst om daar altijd naartoe te gaan. En dan vlieg je op en neer voor het WEC onder andere? Ja, WEC een heel ander kampioenschap. Natuurlijk heel officieel met de FIA die dat regelt. Maar ook mooi natuurlijk Le Mans erbij. Wat voor ons eigenlijk de grootste race is voor een lange afstandscoureur. Dus prachtig om zeker WEC en dan IMSA ook te kunnen doen beide.